mensen van het Gameportaal. Mijn naam is OS Kevin en welkom bij een nieuwe aflevering van PD. We zijn hier vandaag met G-Typo, met Hoxton en Chains. En wat wij vandaag gaan doen is, we gaan de Go Bank overvallen. En dat is deze bank, kijk. Het is allemaal mensen. En een beveiliger. En een kluis. Dus het, Wacht even, is het niet eigenlijk de bedoeling dat wij die bankmanager uit dat ding krijgen van, hey, kom eens naar buiten? Ja, je hebt twee keycards nodig. En dan moet je, voordat het alarm afgaat, moet je de keycards in die kluis doen. Want anders wil het niet. Anders is de kluis zogenaamd gelokt en dan moet je het alsnog met een boor doen en dan duurt het 10 jaar. Oh, we mogen niet klimmen. En die keycards zouden ook in de kofferbak moeten liggen ofzo. Ja, maar er is dus één volgens mij in de kofferbak en één heeft de bankmanager. Lijkt mij het logisch. Ja, dat is het waarschijnlijk ook, maar weet je wat... Oh, kom hier. Bankmanager, alsjeblieft, kom hier. Laten we om de hoek lopen, please. Of naast de auto. Nee, ik doe het zo. Ik blijf hier wel staan. Maar als die beveiliger hier dan straks staat, ben je een beetje de lul. Nee, hij ziet dat niet. Oké. Nou, dan vangt die andere. Ja, die zit waarschijnlijk in de kofferbak van een auto. Maar ja, welke auto? Kunnen wij niet eerst even hier die camera uitschakelen? Hier zo rechts. Welke? Hier, als je... Loop eens naar mij toe. Daar rechts zie je toch zo'n camera... Nee, een stukje verder. Hier rechts binnen bedoel je? Nee, andere kant. Andere kant. Daar zo. Daar achter, hier achter naar rechts. Hier? Ja, daar staat de camera. Moeten we die uitschakelen? Nou, als jij straks naar binnen loopt, moet die sowieso uit zijn, ja. Maar dat kan een bewaker zien, denk ik. Kan ik het dak op? Je kan het dak op, ja. Oeh, ik hoor een biep. Ik ook, dat was van mij volgens mij. Ik weet niet wat ik deed, want ik heb nog niet eens een wapen in mijn hand, maar oké. Oh, even kijken. Ik zal eens even kijken of ik... Hier is trouwens ook een kassa. Ik kan, als ik wil, die guard, die hierboven, die straks in het gangetje loopt, neerknallen. Ja, dan moet hij wel... Kun jij baggen? Nee. Hij moet daar wel weg, dan. Waarom moet hij daar weg? Er is toch maar één guard die hier loopt? Volgens mij is er inderdaad één guard die in de winkel loopt. Maar buiten zijn ook een aantal mensen. Ik zie ze tot zover, zie ik eigenlijk niemand. Ik ga zitten. Ja, er loopt één door de bank heen. Oh, twee lopen er door de bank heen, trouwens. Oh. Ja, dat is van mij. Loopt twee door de bank heen. Ik zie hier niemand. En ik kan vier pages beantwoorden als het goed oh, is. Oh nee, Prosbrillado is er. Wie is Prosbrillado? Hij gaat toch niet alles verneuken voor ons, hè? Ik denk het wel. Kevin. Hey. Misschien kunnen we ripstelt gaan doen. Kan je even kijken of je in de auto zit, die keycard? Ik ga hier kijken. Je hebt nog ongeveer een paar procent dat Prosbrillado joint om. Dan gaat shit gets down. Als hij het gaat verneuken, dan ga ik echt huilen. Nee, dat is niet waar. Oh, hij is niet eens gejoined. Nou, dat hoeft ook niet. Mooi. Oh, je zit een koffertje in, Gijs. Oh, hij staat op het dak, hoor. Oh my god, hij is volgens mij level 81. Wat zei hij met zijn naam? Ik heb een koffertje gevonden, Gijs. Maar okay, er zit alleen niks in. Oké, met die dude ben ik op het dak. Hij ziet er volgens mij aardig uit als hij weet wat hij aan het doen is, dus... Ja, daar hoop ik voor, dat weet ik dus niet. Want... Hij zit bij mij nog op het dak te chillen, dus... Kevin? Hey. Ja, deze man moet hier even weg, want anders kan ik hier niet langslopen. Die man moet even weg. Die fucking cube. Deze winkel... Oh my... Mee deze? Hij ziet er inderdaad uit alsof hij weet wat hij doet, Gijs. Ja, spijt me, man. Is dat bij jou? Ja, maar dat zijn mannetjes die... Oh, meen je dit? Oh, please. Nee, dit is... Deze ga je toch niet menen, hè? Heeft hij gewoon geliefd en nou ligt Hoxton daar? Dit is zo'n kans. Oh, maar Chains heeft geliefd. Nee. Alleen nu loopt hij wel met een wapen rond. Nee, dit gaat zo fout. Oh, wat een apenkinderen, echt. Oké, schiet iedereen, meneer. Nou hebben we dus een probleem.
Ja, zou ik iedereen neerschieten? Nee, doe nou maar niet meer. Nou, we hebben wel civilians nodig. Ik heb misschien een paar civilians neergeschoten. Nou, laten we ook gelijk dat koffertje maar ophalen dan. We zijn hier nou toch? Ja, ik doe even wat... Oh, iedereen is juist dood. Oh, ik had het... Oh. Yay, we're going to the vault. Ik heb een aantal mensen neergeknald trouwens. Kan je nog die kaart pakken? Die security card? Dat heeft nou geen zin meer. Weet je het zeker, maar wil je hem alsjeblieft pakken? Oh. Waar is hij dan? Hier, achter mij. Stop. Nee, dat kan niet meer. Volgens mij. Ik kan de drill upgraden. Nou, doe maar. Dat klinkt wel cool. Nou, misschien weet Magnum wat hij aan het doen is. Ja, nee. Nou, hij heeft een halve neukt. Oh, waar ging het mis? Ja, toen hij dude liefde. En toen er ineens Hoxton met een geweer rondliep. Zo droog, hè. Bam, Hoxton met een geweer. In plaats van dat je geweer weer in zijn jaszak stopt. Nee hoor, laten we alles verneuken. You need boards. Ik heb hout nodig. Houttakje, zoekt hout. Ik had wel hout gezien. Dit is ook... Waar was hout? Oh, politie. Bang. Ik ga gewoon ook even de winkel aan de overkant overvallen. Ik bedoel, we zijn hier nou toch. Oh. Hallo. Hier, ze hebben hier een kassa met $2200. Oh nee, het is Lucky 89. Lucky. Waarom doet Magnum niet eigenlijk mee in de game? Magnum zegt go. Ja, hij zegt go, maar... Hij zit fucking in mainscreen, of in het menu nog, volgens mij. Oh, god dang it. Hij is zo stupid. Hij staat wel heel mooi bij mij vast nu dat ik een agent aan het neerschieten ben. En je ziet zo'n bloedvlek door de scope. Ja, Lucky. Oh, Magnum zit bij mij nu. Ik ben hout aan het zoeken. Why are there no planks? Oh, ik heb planks. Ja, ik heb planks. Ik ben met Lucky en die andere... Ik wil niet van deze... Oh, we hadden ook pinautomaten hier. Oh, snipers, die zijn echt kut hier. Oh, de drill doet het niet. Ik fix het, Joes. Oh, dit gaat nog redelijk goed, Kevin. Ik heb een knife. Ik heb een wapen. Ja, die heb ik ook. Ik heb ook handgranaten. Oh nee, ze gaan die cage spullen droppen, let op. Wat? Ja, dan hebben we sowieso zometeen een kut leven. Waarom dat? Nou, meestal worden ze op straat gedropt. Meestal, dus niet altijd, Kevin. Ja, weet ik niet. Die keren dat ik het gespeeld heb wel, in ieder geval. Shield man, kom hier. Ik heb de... één sniper down. Dit is redelijk rustig. Ja, er komen maar behalve dat er nu 2 shields komen, maar voor de rest is het redelijk rustig. Het zijn er maar 2. Oh, het... Wat? Wat? Ik loop Ik loop tegen het raam aan. Het raam ontploft gewoon, bam. Oh, meh. Ik ben planks aan. Fuck are you? Oeps, ik heb een civilian gekillt. Hé, ik heb een tweede keycard gevonden. Gijs, ze hebben nou niet meer veel aan, maar we hebben hem wel. Hey Kevin, ik heb een zaag, een pinautomaat gevonden. Ja, klopt, maar ik heb geen dingen mee. Oh. Er is een sniper. Hey, oh, gratis geld, oh. Zal ik gewoon wat tripwinds uitzetten? Kan. Sniper. Ja, holy shit. They are sniping us, man. Oh god. Nou, we moeten dus 3 tassen ophalen. Kevin, vrees niet. Oh, what the fuck? Ja, die tassen zijn zwaar. Nou, valt mee trouwens. Hier nog. Oh, auw, what the fuck? Fucking. Oh shit, die snipers zijn freaking irritant, zeg. Waar was hij? Ik heb 2 tassen al daar.
Moet er nog één. Oh god, iemand snijdt me. Ik heb sensor mines geplaatst. They backed off, ja man. Oh. Ah, they backed off. Kind of. Oh, PD humor. Sorry. Drill doet het weer. Kut, ik heb geen ammo. Ik neem deze tas snel mee. Goed bezig, Kevin. Goed bezig. Die tassen moeten allemaal naar het dak. Ik weet niet wat hun doen met die tassen in die winkel, in die bank gooien. Dan moeten die naar het dak toe? Ja. Oh, dat komt goed. Er zijn alleen snipers op het dak, just saying. Ze zijn hier. Oh. Ik ben uitgegleden, Kevin. Dus hebben jullie mijn mooie sensor mines niet gehoord? Hey Kevin, dag Kevin. Ja, ik moet even dit naar het dak brengen, sorry. Oh god. Zieke snipers. Ik heb geen ammo. Ik heb tweede tas op het dak, Gijs. Hoe doe ik dit? Gooi ik dat hierin? Waarom zie ik geen één sniper dan? Gijs, heb je de laatste ding al op de... Ik had mijn tas erop gezet. Oh, oké, dan is het nu klaar. Oh, ik moet dit doen zeker, want ik ben snel. Ah, ik ga beter hier beginnen, want dan heb ik een beetje verschuiling. Yeah boy, Gijs heeft ammo. Oh, dit wordt aardig geschoten. Ja, dit is niet mijn bedoeling. Jongens, ze zijn binnen. Waarom de vent niemand? Ben ik mee bezig. Maar ik ga aardig dood. I need all the stuff, man. Ik dacht dat we dit stealth gingen doen, dus ik heb niet echt de beste armor. En ik heb een silenced pistol, die echt geen schade doet aan agenten. Wow, Kevin. Oh, ik heb wel een civilian dood gemaakt. Dat maakt niet uit. Ik ga wel langzaam dood, het wordt blurrig. Maar mijn defense skills zijn off the chart. Ik zal blijven schieten. Tot het einde. Hoe lang moet je nog? Of kan je nog? Ik ben ge... Ja, ik wou net zeggen, je wordt gerevived, oké. Ik zie echt helemaal niks. Het is echt één blur. Het is net een waas in mijn ogen. Nee, reload. Oh mijn god, nee. Er staan allemaal mensen in het gangetje. Ja, ik ben... Ja, ripprijs. Ripprijs. Ja, die dude die moet even een heal ding plaatsen. Dat doet hij ook niet. Niemand heeft een heal ding. Helemaal wel. Die eerste... Oh nee, dat zijn er wel geen... Ik dacht dat het heal dingen waren, maar er waren explosions. Oh god. Magnum is going down! Nee hoor. Oh, is jou weer gerevived? Ja, ik kan niet zien wat er gebeurt, want ik ben al die kutkluisjes aan het openmaken. Ik zie alleen dat er heel veel rook in de kluis is. Zoals een poging. Oh, ik ben in prison. Kevin. God! Kevin, dit is een beetje druk. Het is een beetje druk, I see. Ik heb een knife. Ik kan nog een handgranaat gooien voor de final touch. Doe het, Kevin. Het zag er echt heel kut uit. You failed! No money will be paid out. All assets have been locked and any valuables you held have been confiscated. Hey, Kevin. Hey. We hebben wel 90 XP. Yes! Ik heb 104. Fuck jou. Hebben we nog iets van geld gehad? Nee, krijgen we niet als we falen. Jammer. Nou! Misschien nog een dientje of zo voor de moeite. Misschien krijgen we nog een kaart. Nee. Natuurlijk niet, we hebben niet gewonnen. Nou, bedankt voor het kijken naar deze faalaflevering van PD2. Wat wil je zeggen faal? Hij was fucking goed. We hebben de kluis open gekregen, dat is me nog nooit gelukt. Jawel. Toen met Mark. Oh ja, met heel lang kerst. Geleden. Oké. Okay. Daar is de P Kerstweek, kijk terug, zoek het op. Oh, sinds wanneer ben ik host? Sinds dat ik een boertje moet laten. Oké, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Laat een like achter, abonneer op G-Typo, abonneer op Game with Kevin, abonneer op het Gameportaal. En wat wil je nog wat leuks zeggen, Gijs?
Wordt lid van de kat-eliminatie met Social Club, bladibla, Rockstar. Zoek daar maar op. Ja, je kent het wel. Dag, dag.